aloe vera gel voor je krullen zelf maakt, dat vertel ik je in dit filmpje. Hey lieve curly, welkom terug op mijn kanaal. En als je hier voor de allereerste keer bent, hartelijk welkom. Mijn naam is Sarin van Mijn Krullen, jouw go-to platform voor tips, tricks en product reviews om elke dag het beste uit jouw krullen te halen. Met vandaag de do-it-yourself aloe vera gel. Ik vroeg andere curlies op de Mijn Krullen community op Facebook welke do-it-yourself gel ik zou proberen. Aloe vera gel of havermout gel. En 86% koos voor aloe vera. Dus let's get started. Om te beginnen het recept en hoe maak je het. Ik heb hiervoor verschillende filmpjes op YouTube gekeken. Waar ik al snel tot de conclusie kwam dat heel veel mensen aloe vera gel gebruiken. Om het dan wel als een soort haarmasker te gebruiken. Of een leave-in conditioner. Maar omdat ik jullie had gevraagd, goh, welke do-it-yourself gel zal ik proberen, heb ik mijn haar met alleen maar de do-it-yourself gel slash conditioner gesteld. Wat ik heb gebruikt zijn een aantal bladeren van de aloe vera plant die ik thuis heb staan. Ik heb deze zelf bij de IKEA gekocht. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon bij jouw plantenzaak in de buurt kopen als die ze verkoopt. En wat belangrijk is dat je de gel uit de blaadjes haalt. Snij de blaadjes goed van de plant los, zodat je ook nieuwe bladeren kunt laten groeien. Aloe vera heeft heel veel voordelen voor de huid en voor het haar. Het hydrateert als een gek. Het schijnt ook allemaal helende eigenschappen te hebben. Ik weet niet of het waar is. Ik vind over het algemeen aloe vera in mijn haarproducten best wel prettig. Het kan soms iets te veel zijn als er heel veel glycerine, aloe vera, bladextract en olie in zitten. Dus ik was heel erg benieuwd naar hoe dit ging werken. Nadat ik de bladeren had ontdaan van hun gel, heb ik nog wat dingen toegevoegd. Namelijk 2 tot 3 eetlepels water. Ik heb ook rijstolie en lijnzaadolie gebruikt en wat druppels pepermuntolie. Ik heb vervolgens alles geblend en daarna door een geel doekje heen gehaald om eventuele vezels van het sap te scheiden. Ik wit over, nou iets meer, want ik heb mijn haar nu al gesteld met de gel. Je kunt zien dat het niet echt een gel is. Het heeft meer gelvorm op het moment dat het net uit het blad komt dan wanneer je het hebt geblend. Als je dit wil bewaren, doe dat dan in de koelkast en hou goed in de gaten hoe lang het goed blijft. Geen idee, dit heb ik net gemaakt, hoe lang het goed blijft. Meestal zijn ze ongeveer een week in de koelkast. Ik heb vervolgens mijn haar weggesteld en dat ga ik je nu laten zien hoe ik dat heb gedaan. Ik ben bij de voorkant aangekomen. En zoals je me wel vaker in filmpjes ziet doen, begin ik vaak aan de voorkant en ga ik om naar boven om dan weer bij de voorkant dat nog een keer goed met aandacht product daarop aan te brengen. Dat heeft ermee te maken dat bij mijn haar, maar eigenlijk bij ieders haar, de voorste rij gewoon meer te voortduren heeft. En waardoor het ook vaak wat extra aandacht kan gebruiken. Dus bij mij merk ik dat heel erg dat het wat droger is. Best wel veel product absorbeert. En dan geef ik het dat gewoon tot de volgende even met de borstel voorzichtig van onder naar boven er doorheen werken. En wat ik vaak in aan een borstel gebruiken voor het stijlen is dat je ook heel goed ziet waar je nog eventueel product nodig hebt en waar niet. Zo, ik heb nog even de voorkant gefingercurled, dus even de krul erin draaien met mijn vingers. En vervolgens al het overtollige vocht en product uit mijn haar knepen met een microvezelhanddoek. Daar kan jij ook een hydrofiele luier of een katoenen t-shirt voor gebruiken. En ik laat het nu nog 10 minuten microploppen. En laat het daarna drogen. En daarvoor zal ik mijn droogkap methode voor gebruiken. Ken je die nog niet? Kijk dan vooral naar het filmpje hierboven. Nou, dit is het. Het is helemaal droog. Er zit echt 0,0 kast in, dus er zit geen gelkastvorming, in ieder geval niet op mijn haar op dit moment, maar ik heb ook niet altijd een hele heftige kast. Maar ik ga wel mijn haren fluffen, oftewel scrunchen met een beetje olie. Ik gebruik daarvoor gewoon mijn oliemix die ik wel vaker gebruik. Daar ben ik weer. Het is helemaal uitgefluffd en dit is het resultaat.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt helemaal kapot van ben. Ik heb het geflufft, ik heb het zelf nog een beetje bijgefeund. Om soms iets te compact blijven. Als ik dan ga diffuseren, dan krijg ik iets meer fluff. Dus iets meer losluchtige krullen. Maar er zit best wel wat pluis op. Dus ook als ik hem zeg maar in mijn normale categorie van hydratatie. Het voelt lekker zacht aan. Het voelt absoluut niet droog aan. Het ziet er wel droog uit, vind ik. Ik vind dat je het heel goed kan zien. Dus voor hydratatie zou ik het 4-5 hartjes geven. Pluis krijgt voor mij echt maar 1-2 hartjes. Want ik zit echt met een heftige halo te kijken. Hetzelfde geldt voor definitie. Ik mis echt de hold van een hold. Ik denk dat ik een kast mis eigenlijk. Want ik vind, ja weet je, er zitten krullen in. Maar dat is een beetje lastig. Soms lijkt het net alsof ik altijd wat een mekker heb op mijn haar. Maar het is gewoon niet het mooiste resultaat wat ik ooit heb behaald. Ook niet met een do-it-yourself, dus maak het zelf recept. En daar zet ik het dan ook al tegen af. Dus voor definitie zou ik het 2-3 hartjes geven. Want tuurlijk er zit definitie in, maar mijn krullen krullen ook met niks erin. Dus 2-3 hartjes. Dan houden we nog volume over. Nou, dat is er meer dan genoeg. Dus het verzwaart mijn haar wat dat betreft niet in volume. Heeft ook veel te maken met hoe je het aanbrengt. Maar laten we daar dan 4-5 hartjes voor geven. Maar dan kom ik uit op 2-3 hartjes voor deze mix. Voor mijn haar. Zou ik het vaker gebruiken? Ik denk dat ik het eerder nog als pre-poo of als haarmasker zou gebruiken. Om het daarna uit te spoelen. En met andere producten eroverheen te doen. Of bijvoorbeeld de do-it-yourself lijnzaadgel te gebruiken. Dat gezegd hebbende ben ik wel razend benieuwd hoe jij, als jij al een do-it-yourself routine hebt met aloe vera, wat die is, hoe je hem gebruikt en vooral ook wat je recept is. Dus laat dat vooral hieronder in de comments weten. Zoals ik aan het begin zei, heeft de Facebook community met 86% gestemd op aloe vera gel. Toen ik vroeg van zal ik de havermout of de aloe vera gel proberen. Heb jij leuke ideeën voor mij om te testen in filmpjes zoals deze? Laat dat dan ook vooral weten in de comments hier beneden. Vind je het een leuk filmpje? Geef het dan een thumbs up. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral. Want ik deel op mijn kanaal regelmatig filmpjes met daarin tips, tricks en product reviews. Om elke dag het beste uit je krullen te halen. En daarover gesproken, dat doen we vooral met elkaar als krullen community. Dus als je mensen met krullen kent, laat ze dan vooral ook weten over mijn kanaal en mijn krullen.nl. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het kijken en wens ik je een curlylicious dag toe.